Blijf dik, zo'n RSS. Mag ik hier niet hard, te hard zeggen. Hoeveel decibel zou er uitkomen als alle auto's hier in één keer tegelijkertijd gas zou geven? Vandaag zijn we hier bij elkaar gekomen, hier in Dordrecht. Veel AMG's, hier ook met Team AMG UK. Gaan we verzamelen. Mehmet is er ook van Mimitube. Dus laten we gaan. Ja jongens, Mehmet is er ook klaar voor. En we gaan nu naar Den Haag. Om precies te zijn, Team AMG UK is in Nederland. Dat is een club in Engeland met alleen maar AMG's natuurlijk. En wij zijn vandaag ook uitgenodigd. Dat als Mehmet heeft mij uitgenodigd van joh, kom ook, is ook leuk. Natuurlijk, gaan we ook doen. En vandaag ben ik met mijn kleinste broertje, Mickey. Hoe is het, Mickey? Goed, hè? Heb je het naar je zin? Ja. Vind je AMG's leuk? Ja. Oké dan. Mooi toch? Zo even een dagje memories maken, herinneringen creëren. Samen met mijn broertje. En ja, laten we gaan naar Den Haag. Ik zie jullie daar straks en dan laat ik jullie een hoop AMG's zien vandaag. Dus let's go! Ik hoor mezelf niet. Ja, dit is ziek. Ik heb nog nooit zoveel AMG's bij elkaar gezien, hoor. Even serieus. Hou maar op, hou maar op. Ja, ik ga die van mij niet eens starten, man, meer. He? Ik ga die van mij niet eens meer starten, maat. Ja. Hier hebben we de welbekende C63, de snelste van misschien wel heel de wereld. Met een E63 blok, meer dan 1000 pk, moeten we eigenlijk ook een keer filmen voor ons kanaal. Ja, die A45 klinkt ook best wel hard, hè? Jeez. Zoveel AMG's hier. SL63. Broer, die Engelsen zijn gek. Kijk hier, A35. Wat is jouw AMG? Hier zo, broer, hier achteraf. Oh ja, daar, ik zie hem wel. Deze klinkt ook abnormaal, man. Jeetje. Hij blaast straks die motor nog op, jongen. Klaar, af. Af. Oei, 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 oei. Oh!
Deze wind wel. Selçuk Baba is er ook. Hoe is het, broer? Gaat goed? Lekker, man. Mooie AMG heb je bij je, man, weer. Dankjewel, wat anders, man. Ja, maakt niet uit. Geen geluid. Ja. Ja, man. Allemaal hier. Veel chip in hem daar. Ja, MSL. Ja. Is dat een bekende club? Bekende. Ja, man. Ze zijn ook heel ver, hè, met tuning, ja, en zo. Heel ver. Ja. In die tijd van C63, niemand kon, alleen zij kon. Ja, hè? In Engeland. Ja. Oké, okay, jongens, even een bakkie doen hier. Ondertussen even rust gewoon. Buiten is chaos. Dat is één ding wat zeker is. Even kijken. Oh, boven kunnen we koffie scoren. Boven is AMG Center. Oké, okay, jongens. Welkom in het AMG Center. Over 10 jaar rijden we allemaal dat soort AMG's. EQE AMG. Welke AMG vind jij tof als jij eentje mocht uitkiezen? C63. C63 gewoon? Ja, man. Maar jij mag beginnen met een A45, jongen. Je bent nog klein. Echt top geregeld hier. Selçuk, wel iets voor jou, hè, zo'n Maybach. Ja, man. Dit is gewoon klaar, deze. Nieuwe AMG GT63. Zo in het echt. Ik vind hem echt gelukt, man. Twee zitjes achter. Echt een mooi ding. Hier staat er nog één. Genoeg beenruimte hier. Ja. Ik snap niet waarom dan de GT63 nog bestaat als je ook een SL63 hebt. Maar ja. Wel echt mooi. Mooi ding. Ja, ik weet niet of ik het mooi op beeld krijg, maar... Ja, tel maar hoeveel AMG's jullie daar zien. We gaan even een rondje lopen buiten. Super georganiseerd overigens. Laten we even een rondje lopen. We zien hier een W211 uit mijn hoofd. E55. Fantastisch model. CLA 45S. E63S uitgevoerd... Beetje Brabus, of nee? C63S. Als het goed is staat mijn oude auto ook hier ergens. C63S. CLA 45. Hier zie je C63 Coupé nogmaals. Nogmaals C63S Coupé. W212 E63. Kijk eens wie we daar hebben. Kijk eens aan. Oh jongens, de auto waar het allemaal mee begon op mijn kanaal. Ik ga hier even een foto van maken. Ja man, de auto waar het allemaal mee begon. Keramische remmen doen het nog goed. Hij is er blij mee, jongen. Ik weet niet hoeveel erop staat nu momenteel. Ja man. De auto waar het allemaal mee begon. Wauw. Hij heeft niet 111 gelopen toen ik hem had verkocht. Stond hij op hoeveel? Ik weet niet meer, 60.000 of zo. Wauw. Hij klinkt gewoon nog steeds hetzelfde. Hoe gek. Ja man. Heerlijk. Voelt gewoon fris. Redelijk origineel nog. Mooi, redelijk origineel nog. Heerlijk. Clean, clean. Hij klinkt nog steeds hetzelfde. Hier zien we nog een C63. W204. Carbon kappen. Mooi gedaan. Heel mooi gedaan. Ja. Veel carbon. Ook gewoon de facelift. Wat zien we hier nog meer? Ja, voor de rest is het redelijk. C63 is een E63. Ik zie bijvoorbeeld niet echt een AMG GTR of zo. AMG GTR Pro.
of een Black Series, dus het valt allemaal wel mee. Hier zien we nog een E63 Edition 1 met veel carbon. Mooie A45S. Nog een C63. Nou, hier staat natuurlijk mijn auto. Dit is wel een gaaf project, man. Man heeft hier gewoon een E63S blok erop gegooid. Volg hem ook even sleek. Ja, hij heeft zijn auto echt goed aangepast. Bro, geen partij. Hoe gek. Kijk, wat zien we hier? Daar een mooie GT63. Veel C63 in wagon. We zien daar nog een W204. Hier een mooie E63S weer. Deze blijven ook gaaf. Zo'n A45. UK spul, C63. Deze breken echt de tent af. UK. Ja, wat zij doen met auto's, abnormaal. Maar ik moet zeggen, deze auto's kosten ook geen drol in Engeland. Auto's zijn daar sowieso wat goedkoper. Maar, ja. Ik weet niet, op een of andere manier zijn de AMG's daar, of alle auto's zijn daar gewoon wat goedkoper dan in Europa. Hier zie je nog een hele een mooie kleur. Wat is dit? Een wrap? Nou, dit is wel een mooie kleur. Solar Beam. Ook gaaf. Zo'n cabrio. Zo'n rood kapje. Wel met carbon hier. Hier gaan we even een fotootje van maken, man. Hier nog een S. Hij heeft er een Brabus van gemaakt. Even kijken wat er hier staat bij Mercedes. AMG GT. V8 biturbo. Ik weet niet, is dit een 63? Even kijken, volgens mij is het een 63. CLE 53 zie ik voor het eerst. Wel echt mooi, man. Wacht even. Brede wielkast ook hier. Zo. Ja, dit vind ik een mooie auto. Hier komt dus een CLS 63 van uit, of een CLE 63. Ja, dit is wel een mooie auto. Die ook. Heel gek. Hoeveel decibel zou er uitkomen als alle auto's hier in één keer tegelijkertijd gas zou geven? A few moments later. Plus AMG's en waar ik dan wel trots op ben is, er was maar één 507 editie en dat was deze. Dus ja, best wel een unieke AMG nog een keer. Ja, dat is wel mooi om te zien, man. Gewoon een mooi exemplaar. Mijn ex rijdt daar, die hoeft dus gewoon zo even draaien. Vorige C63, mijn eerste, de auto waar het allemaal mee begon. Ja, man. En we rijden gewoon nu naast elkaar. Ook gaaf. Veel memories met die auto. Veel herinneringen. Oh, ik word
veld. Ja jongens, heel veel AMG's. Even snel zo'n rondje maken. Daar staat die van mij. Een mooie GT. Deze is ook ziek. Deze. Lekker man. Heb je nog een extra paraplu of niet? Nee? Oké. Okay. Ja. Ja man. Ook heel mooi. Ja. Yeah. Hi guys, welcome in the Netherlands. Thank you. Yeah. It's lovely, we love it. Great, yeah, yeah. Great turnout. Yeah, great community. Yeah, it's an awesome community. Yeah. We have the same cameraman. Yeah. Who's the better cameraman? Yeah. Find out. Yeah, it's not better, it's better. Yeah. Which one's yours? Which you pull up in? I'm pulling up in the C63 507 edition, the grey one. Yeah, man. Check it. Zo, als ik mijn auto zou wrappen, zou ik deze kleur kiezen, Solar Beam. Ja man. Ja. Ja. We hebben hier wat olie leak. Ja. Brother, welcome in the Netherlands. I'm from Emre Drive's YouTube channel in Amsterdam. Yeah, man, you have a great community here. Very good community. Yeah. We're all passionate, and the main thing is diversity in our clubs. And you know, we want everyone to get along with each other, and we have one passion for AMG fans, enthusiasts. Sure. And what better place is there to come to Netherlands? Yes. And, I'm very thankful for your team here. Yes. AMG Power NL. And together we'll be doing more meets in the future. Yeah, yeah. Nice man. Thank you so much for coming. Sorry, miss your AMG niet? Huh? Yeah, first edition. First edition. Last edition. The final edition. Final edition. Ik mis allemaal man. Maar ik heb er nu ook weer een mooie, daar staat hij. Ja bro, ik heb gezien man. Dus, toen jij hem had gepost op je YouTube kanaal, ging ik voor de gein kijken van... Yeah. Of je nou echt zo moeilijk zo eentje krijgt, en ik zeg je eerlijk, ik kon er geen vinden. Nee hè, je hebt er niet. Je hebt niet eentje, nee. Hij is echt... Hé, hey, wat doet die RSS hier? Kan niet. Ja, ja man. Kijk eens aan. Even laten zien wie de man is hier. Met deze auto hebben we een toertje gedaan toen nog. Dat is een bekende. Ja man, deze verdient wel even een fotootje toch? Zo. Blijf dik zo'n RSS, mag ik hier niet te hard zeggen. Ja. Wel respect. Gewoon van kijk mij hier, je weet toch? Maar ik vind ze wel mooi, je kan zeggen wat je wil. Hier nog een hele mooie CLS. Blijft gaaf. Ja. Hoeveel AMG wil je zien hier?